In mijn panel vandaag Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur van FNV. En Cas Opdam, data engineer bij Debt Agency, dat is een tech-marketingbedrijf. Welkom allebei. Dankjewel. En we beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met Den Haag. Want 3/4 van de Nederlanders vindt dat het er in de politiek maar heftig aan toe gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Meningsverschillen over maatschappelijke vraagstukken die groeien in het oog van de burger. En dat gaat vooral over de manier waarop het debat wordt gevoerd, zo staat in het onderzoek. En opvallend is dat die polarisatie grotendeels een beeld is dat Nederlanders hebben. Want het SCP ziet in hun onderzoek niet per se dat die kloof tussen meningen groter wordt. Daarom ons breekijzer vandaag. Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven. En ook bij me is Emily Miltenburg, hoofdonderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dag mevrouw Miltenburg. Goedemorgen. Wat denkt u van ons breekijzer? Ja, een stelling. Daar ga ik natuurlijk meteen genuanceerd op reageren. Heel goed. Als onderzoeker. Het is een beetje practice what you preach natuurlijk. Aangezien wij zelf aangeven van, nou ja, die twijfel ook wat meer weer. Dus... is het overdreven? Nou, enerzijds wel, hè, omdat we uit langlopend onderzoek zien dat meningsverschillen helemaal niet uit elkaar groeien. Maar mensen maken zich vooral, u gaf het zelf al aan, zorgen over de toon in het debat. Hè, de vijandige toon, dat het allemaal hard aan toe gaat. En die zorgen willen we natuurlijk ook niet bagatelliseren. Mm-hmm. Dus in die zin zijn de zorgen wel weer terecht. Maar ja, laten we vooral niet alles polarisatie noemen. Dat is over onze oproep. Gaan we zo dieper op in. Cas, hoe sta jij erin? Ja. Ja, ik ben het eigenlijk ook wel eens dat het zwaar wordt overdreven. Maar ik denk wel dat het op meer specifieke onderwerpen wel zwaar gepolariseerd is. Bijvoorbeeld natuurlijk stikstof, soms vaak ook klimaat. Maar wat ik ook merk in mijn sociale kringen is dat pensioenen ook wel vrij gepolariseerd zijn. Vooral als je wat met de oudere medemensen praat. Dat is toch een onderwerp wat je niet bespreekt. Ja, intergenerationeel conflict. Daar moeten we het misschien straks ook maar eens even over hebben. Maar Piet, allereerst jouw reactie op het breekijzer. Nou ja, als een meerderheid van de mensen aangeven dat zij het zo ervaren, dan is dat natuurlijk zo. Ik denk dat je altijd bij polarisatie nog even een stap verder moet kijken. Waarom ervaren mensen het zo dat tegenstellingen groter worden? Ja. En dan zie je toch vaak dat het niet alleen om die hele oppervlakkige discussie gaat. Wat vind je van cultureel onderwerp X? Of wat vind je van stikstof? Of wat vind je van dit? Maar dan gaat het ook over de machtsafstand die mensen hebben. En mensen hebben het gevoel dat de grootstedelijke elite en de Randstad, dat type termen, dat ver van ze afstaat. Ja, en daar dat wordt op een culturele manier wordt dat uitgevochten op social media en in de media. Maar daar liggen ook natuurlijk economische structuren onder. Als je inderdaad een hele grote machtsafstand hebt en een lager inkomen dan een ander deel van Nederland, ja, dan ervaar je het ook meer zo natuurlijk. Ja, BNR staat heel dicht bij de mensen. Dus bel 020-468-4x0. Dan mag je gewoon meepraten over dit onderwerp. Mevrouw Miltenburg, die polarisatie. Ik vond het zo interessant dat mensen dus denken dat er meer polarisatie is dan er daadwerkelijk lijkt te zijn. Maar ja, is dat een beetje wat Piet net zei? Is een soort self-fulfilling prophecy? Dat als mensen zeggen dat er polarisatie is, dat er dan polarisatie is? Als mensen dat ervaren, dat het er dan ook echt eigenlijk per definitie wel een beetje is? Nou, hoe vaker je het noemt, hoe vaker je het misschien ook wel gaat zien natuurlijk. En het is ook wel een beetje het modewoord nu, hè, polarisatie. Remkes noemde ook bij zijn stikstofrapport, had hij het ook over de polarisatie tussen stad en platteland. Dus we zien ook wel een trend om eigenlijk elk verschil, en soms zijn die verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot, maar heel erg aan te zetten en polarisatie te noemen. Maar we zien het wel vaker, hè, dat mensen iets ervaren. Dat zie je ook in veiligheidsonderzoek. Alle cijfers, objectieve cijfers wijzen erop van nou, het wordt steeds veiliger in ons land. Maar ja, mensen kunnen dat heel anders ervaren. En daarom zijn we dus op zoek gaan naar het waarom. Waarom ervaren we dat zo? En dat zit gewoon heel erg in die toon van het debat. Dat mensen dat gewoon heel hard vinden. Mm-hmm. En is er nog een verschil tussen wat mensen bijvoorbeeld vinden van de toon van het debat in Den Haag en wat er gewoon op straat gebeurt? Hoe mensen met elkaar omgaan? Want die meningsverschillen zijn natuurlijk ook een vorm van polarisatie, toch? Ja. Nee, dus wat je heel erg ziet is dat mensen in hun voorbeelden heel erg wijzen. Nou, ten eerste direct naar politici in Den Haag. En toch ook zeggen van, nou, die mensen hebben een voorbeeldfunctie. En kijk eens hoe ze elkaar eigenlijk de tent uitvechten. Mm-hmm. Dus dat wordt heel vaak als negatief voorbeeld genoemd. Ook wel natuurlijk sociale media of de talkshows. Mensen zien ook wel in van, ja, dat zijn kleine groepen. Dat zien ze ook wel. Soms ook wel begrip, hè, van, nou, oké, sommige groepen willen
gehoord worden of bepaalde achterstelling. Dat kwam net ook even aan bod. Hè, ja. Van, mensen hebben ook wel een reden soms om hard te roepen. En dat willen we ook helemaal niet teniet doen. Het is ook belangrijk dat stemmen gehoord worden. Alleen, ja, onze boodschap is dus ook echt een hele grote middengroep. Men heeft zoals over de zwijgende meerderheid. En die is er ook gewoon. En die verdwijnt wel heel erg buiten beeld soms. Piet? Ja, kijk, dat is een mooi onderscheid. Hè? Van je kunt eigenlijk op de vorm, en dat blijkt ook uit dit onderzoek natuurlijk, je kunt op de vorm kun je hard zijn en op de inhoud kun je hard zijn. En natuurlijk is het niet goed om elkaar van rotte vis uit te maken. Maar ja, een voorbeeld te noemen, ik ben voor minder inkomens- en vermogensongelijkheid in Nederland. Ik wil graag dat politici daar harde keuzes in maken en dat ze dan niet voor een procentje meer of minder kiezen, maar een duidelijk en herkenbaar verhaal hebben dat dus op de inhoud polariserend is tegenover partijen of tegen werkgevers die er anders over denken. En we gaan naar de eerste beller. Dat is ook prima. Nee. Zeg maar, mevrouw Middelburg, sorry. Nee, dat is ook helemaal prima om inderdaad op het scherpst van de snede dat inhoudelijke debat te voeren. Dus dat is eigenlijk ook wat we zeggen van vermijd die vijandige toon, maar precies wat net gezegd werd, zorg dat die inhoud centraal komt, want daar leren we het meeste van en daar komt ook de meeste maatschappelijke vooruitgang van.